Hallo mensen, vandaag is het leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Milan Knol en ik ga nu een fucking Terformicarium in elkaar zetten. Ik heb hier twee zakken liggen. Als je de vorige video nog niet hebt gezien, die ging over hoe ik mijn mieren ontvangen heb en hoe ik de unboxing deed. Dan zou ik zeggen, check even de link in de beschrijving of check even vlog nummer 179. Want ik ga ik het Formicarium, en dat is deze, ga ik vullen met zand. En vervolgens met die kiezelstenen hier bovenop. En dan ga ik een soort buitenwereldje creëren. Dus voor de liefhebbers en eigenlijk dus ook voor mezelf wil ik dit gewoon even vastleggen en kijken hoe dit precies gaat. We zijn één dag verder qua opname. Gisteren kregen ze binnen. En als ik nu al kijk naar de mieren zeg maar die er zijn. Ik hoop dat hij scherp stelt. Ja, hij doet het. Dit zijn de mieren die er nu zijn. En het zijn er al een stuk meer. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Maar er lopen hele, hele, hele kleine miertjes lopen erbij. Die zijn alweer uitgekomen. Oftewel, de koningin is echt druk bezig geweest met het poepen van nieuwe mieren. Want er zijn echt al een paar gewoon weer bij. Ik weet niet hoeveel precies. Maar er is gewoon alweer wat leven bij. En dat is heel vet om te zien. Dat het zo snel kan gaan. En eigenlijk in één dag al. Ik ga nu eerst het ding in elkaar zetten. Ik zet gewoon de camera even erop. En maak een soort timelapse ervan. Als je denkt, jezus wat fucking saai. Waarom heb je dan nog niet godverdomme weggeklikt man. Ga eens weg. En anders zou ik zeggen van veel plezier met kijken. Ik ga mijn best doen. Ik weet niet precies hoe het moet. Hè. Dus ik kan dingen fout doen. Ik ben een begin. Ik weet dat ik het zand erin moet doen en dat ik dan vervolgens vocht erbij moet voegen. En dat kan door middel van dit of gewoon een beetje sproeien. Dus ik ga gewoon wat vocht dan erop doen. Dan moet ik het een dag laten intrekken zodat het vocht een beetje naar beneden kan komen in het zand. En dan kunnen de mieren erin. Dus dit wordt een vlog die eigenlijk in 2 dagen is gebeurd. Zo, we zijn al een stuk verder. We hebben het zand er nu in en we hebben de kiezelsteentjes er nu in. En ik heb geprobeerd om die anti-uitbraakolie te gebruiken, maar ik heb op internet gezocht en ik kon er niet echt achter komen hoe je dat moest aanbrengen. Ik heb hier geprobeerd om met dit tuitje het een beetje over de rand heen te smeren. En dan maar hopen dat het helpt ofzo. Ik weet nog niet precies hoe dat werkt. Dus als iemand weet hoe dat werkt, let me know. Wat ik nu moet gaan doen, ik moet nu zorgen dat één plek een beetje donker is. Dus ik haal dit er even af. En dat is trouwens wel grappig, zie ik nu. Aan deze kant is het donkerder dan aan deze kant. Dus volgens mij is dit glas sowieso al donkerder. En hebben ze dan het gevoel, de mieren dan tenminste, het gevoel dat dit al een donkere plek kan zijn. Dus dat ze hier meer gaan zitten. Maar voor de zekerheid wil ik toch nog een stukje karton die ik eerder heb losgemaakt van de doos die ik heb ontvangen. Dat is wel handig. Gewoon hier aan vastmaken. En gewoon hier aan vastmonteren. Wat ik eigenlijk heb bedacht is vrij simpel. Ik heb gewoon wat buddy. Tenminste, buddy, zo noem ik het. Volgens mij is het gewoon plakspul waar je normaal posters mee aan de muren hangt en shit. En als je dat dan hier op doet, hoop ik dat het werkt. Op het karton. Aan beide kanten. En dan hier op kan plakken. Dan kun je het er namelijk ook weer makkelijk afhalen. Ja, zo blijft het wel zitten. En dan kan ik het ook nu gewoon weer met een beetje kracht er gewoon afhalen. Blijven die 2 dingen er wel op zitten. Maar dat maakt even niet uit. Want dan kan ik hem gewoon weer terugplakken. En tada, ik heb een donkere kant voor de mieren. En dan kan dit bijvoorbeeld naar het zonlicht toe of zo. Want ik ga hem namelijk ook hier neerzetten. En daar zit het raam. Dus kan ik hem zo neerzetten. En dan hebben ze wat donkers. En kan ik aan deze kant nog gewoon mooi zien wat ze aan het doen zijn. Ik moet nu nog het vocht toevoegen. Dus ik denk dat dat gewoon een kwestie is van ik moet water toevoegen en dan moet ik het maar zien. En je zag me misschien ook een beetje schudden. En dat doe ik eigenlijk gewoon om de zand tussen die richel te krijgen. Om een beetje al het zand erin te krijgen. Want ik merk dat nu ook het zand een beetje gaat zakken. Er zitten wat kleine steentjes zitten er nu aan de bovenkant. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, dat kan je wel een beetje zien. Hier zitten wat kleine steentjes in. Maar ik weet dat mieren die zijn fucking sterk. Dus die halen die kleine steentjes er denk ik wel uit.
om vervolgens dan gangetjes te gaan graven naar beneden. Maar voordat we zover is, moet ik dus eerst even wat vocht toevoegen. En ik weet niet precies hoeveel ik moet doen. Ik ga denk ik gewoon een glas water pakken. Ik ga het tuitje gebruiken en ik ga gewoon op mijn gevoel af. Ik ga gewoon puur op mijn gevoel af en kijken of het genoeg is. Werkelijk waar, geen idee. Oké, glas water gepakt. Ik ga even kijken hoe ik dat nu kan toevoegen en hoeveel ik eigenlijk moet doen. Ik denk dat ik het gewoon maar redelijk wat doe of zo. Gewoon nat. Een beetje laten intrekken of zo. Werkelijk waar, geen idee wat ik aan het doen ben. Maar dat is misschien ook wel zo leuk aan dit. Je probeert maar gewoon wat. En misschien doe ik het nu wel fout of zo. En hoop ik dat iemand dit nu ziet. En dat hij zegt van, yo Milan, je doet het helemaal fout of zo. Nou, dan heb ik weer wat geleerd hopelijk. Want dan gaat diegene mij vertellen hoe het wel moet. En misschien is er ook wel helemaal geen juiste manier van hoe je het moet doen. Misschien is het gewoon wel van, ja, je moet eigenlijk al maar een beetje je gevoel achterna. En tuurlijk, je moet het vocht erin doen, maar je moet zelf weten hoeveel je wil doen en het maakt niet zo precies uit, het komt niet zo precies aan. Dat kan ook, ik heb geen idee. Wat ik nu heb gedaan is, ik heb een beetje het riggeltje gevuld. Dus ik hoop dat het water nu ook een beetje zakt. Oh ja, dat zie je wel een beetje. Je ziet een beetje dat het water hier zo gaat zakken. En er stond in dat boekje dus dat er 24 uur tijd kost voordat het helemaal is gezakt en is verspreid. Maar ik weet niet of dit genoeg is. Als ik nu kijk, gaat het wel heel langzaam. Ik denk dat ik gewoon over een uurtje weer even ga kijken of het wat meer is gezakt naar beneden. En tot hoe ver ongeveer. En dan ga ik een beetje op mijn gevoel af van, moet er nog meer bij of is het goed zo? En gaan de mieren dood? Ja, is misschien een beetje zielig. Maar hey, er zijn meer mieren dan mensen op de wereld. En hey, die mieren kosten maar in totaal, als je zeg maar een koningin wil met werkmieren, kost maar iets van 8 euro of 9 euro. Dat is prima te doen. Dat is prima te doen om even weer een nieuwe start te maken. En te kijken van, hoe ga ik dit aanpakken? En wat heb ik fout gedaan de vorige keer? Even dit een uur laten staan of twee uur laten staan. En dan weer verder gaan.